sta aanvangen met het zingen van Psalm 102 en daarvan het eerste vers. Hoor, o Heere, verhoor mijn smeken. Laat uw bijstand niet ontbreken. Ai, veracht mijn tranen niet, daar gij al mijn angsten ziet. Als ik in benauwde dagen u, mijn God, mijn leed moet klagen, wil dan spoedig u ontfermen, wil mij door uw macht beschermen. We herzeggen u Psalm 102 en daarvan het eerste vers. Kunt u opgetekend vinden in het Lucas-evangelie, daarvan het vijfde hoofdstuk, van vers 17 tot 32. Wij zeggen u Lucas 5, vers 17 tot 32. En het geschiedde in die dagen, en dat hij leerde, en er zaten fariseeën en leraars der wet, die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. En de kracht des Heeren was er om hen te genezen. En zie, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was, en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende waardoor zij hem inbrengen mochten,
Overmits de scharen, zo klommen zij op het dak en lieten hen door de tichels neder met het beddeke in het midden voor Jezus. En hij, ziende hun geloof, zeide tot hem: Mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende: Wie is deze die God lasterend spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus, hun overdenkingen bekennende, antwoordde en zeide tot hem: Wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? Doch omdat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, zeide hij tot de geraakte: Ik zeg u, sta op en neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En hij terstond voor hen opstaande en opgenomen hebbende hetgeen waar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen allen bevallen, en zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrees, zeggende: Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar met name Levi zitten in het tolhuis en zeide tot hem: Volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende: Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heere, Heere, die hemel en aarde uit het niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwiglijk leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Laten we vooraf trachten voor hem met elkander een zegen te vragen over dit ons te samen zijn. Geliefden, onze tekstwoorden voor dit avontuur kunt u opgetekend vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, en wel het Lucas-evangelie. En daar van het 5e hoofdstuk, waar wij u noemen in het verband het 20e vers, Lucas 5. En daarvan in het verband het 20e vers, waar Gods woord en onze tekst aldus luidt: En hij, ziende hun geloof, zeide tot hem: Mens, uw zonden zijn u vergeven. Tot zover we hadden gedacht bij deze tekstwoorden te plaatsen. Wij hebben heden ongelofelijke dingen gezien en willen stilstaan, komen mocht het zijn met de hulp des Heren.
bij een drietal gedachten. Ten eerste bezien en beluisteren wij een werkzaam geloof. Ten tweede een onhoudbare nood. En ten derde een vriendelijk ontfermer. Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien. Drie gedachten, ten eerste een werkzaam geloof, ten tweede een onhoudbare nood, en ten derde een vriendelijk ontfermer. Doch voor wij daartoe overgaan, willen wij er eerst van zingen, en dat wel uit Psalm 25, en daarvan vers 8 en vers 9. Psalm 25 vers 8, zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. En het negende vers, sla op mijn ellende ogen, zie mijn moeite, mijn verdriet, neem mijn zonden uit mij dogen, gunstig weg, gedenk die niet. En wat er verder volgde, vers 8 en 9, uit Psalm 25, en onder dit zingen zal er ene rondgang, ene collecte zijn, en die is bestemd voor de SGP, zo voor de plaatselijke kiesvereniging. Dus ene rondgang tijdens deze dienst, en dat is onder dit zingen, en deze collecte is bestemd voor de SGP, welke wij ook van harte in uw milddadigheid aanbevelen. Thank you.
Dieper
gelandheid en die geraaktheid. Deze man, we hopen het als de Heer het geeft vanavond. Dan hopen we te beluisteren dat het een man was die lag met een zondekwaal en met een zielensmart en met een zielennood, geliefde. Heeft het God goed gedacht om nou deze geschiedenis tot drie malen toe in Gods woord op te laten tekenen? In Matthäus 9, in Marcus 2 en hier in Lucas 5. Tot drie malen toe. En dan zien wij dat het wel de moeite waard is, geliefde, om er eens een ogenblik bij stil te staan. Bij deze overbekende geschiedenis. Zover wij onder het goddelijke woord mogen verkeren. En dan beluisteren wij in ons tekstverband, daar in Lucas 5 vanaf dat 17e vers. En het geschieden in een dier dagen dat hij Jezus leerde. En er zaten fariseeën en leraars der wet, die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. En de kracht des Heren was er om hen te genezen. Die fariseeën, schriftgeleerden, wetgeleerden, wat hier staat, dat alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren, waren dat de zulke die nou heilbegeerig waren naar onderwijs. Waren er dat die met de zielennood over de aarde kwamen te gaan? Nee, zij waren gekomen om deze Jezus, om enig woord te vangen, of ze iets konden vinden wat tegen deze Jezus kwam te zijn. En dan staat er en zie. Enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. Deze geraakte daar op zijn bed liggende, die had nog vrienden, hij had nog dragers. En we kunnen lezen in het Marcus evangelie dat er staat, hij werd van vieren gedragen. En geliefde, wat is groot, is er in een land en volk, als er in het kerkelijk leven, als er nog dragers mogen wezen. En dat zijn de zulke die kunnen zichzelf niet voor een drager houden. En die weten niet te bidden gelijk als het behoort. En nochtans, het zijn de zulke die in het verborgene te vinden zijn voor land en volk, voor overheid en vorstenhuis. En ook vanavond een tijdrede zoals dat genoemd wordt. En dan zou er veel gezegd kunnen worden. Aangaande de donkerheid der tijd. En ook van diep vervallen afval. Ook aangaande de staatkundig gereformeerde partij. Waar we toch ook wel moeten vrezen, geliefden. Of dit dank afgenomen wordt of niet. Het heeft nog een plaatsje in ons hart als zeker waar. En we proberen het ook in liefde op te dragen. Maar we moeten toch wel vrezen, geliefde, dat we toch ook wel op vele terreinen, dat we maar wat water bij de wijn doen. En dan is de wijn geen wijn meer, geliefde. En wat mag er nou wezen? Nou kunnen we wel daarop kritiek en daarop en daar. Maar zijn er in Vriezenveen of waar we vandaan komen, zijn er nog dragers? Zijn er nog die in de binnenkamer komen te liggen voor land en volk, voor onze overheid en vorstenhuis? Geliefde, dat zijn meestentijds geen praters, dat zijn geen actievoerders, maar dat zijn er die liggen in de binnenkamer te worstelen tussen God en arme ziel, maar ook voor land en voor volk. Moeten we niet vrezen, geliefde, dat we dragers en dat we lastdragers gaan missen. En dan moeten we wel bij onszelf beginnen. En dat zou verder ook niet baten, geliefde, want we kunnen wel zeggen, we moeten bij onszelf beginnen. Maar dat hebben ook geen enkele waarde. God mag eens bij ons beginnen. Daar komt het op aan, geliefde. En dan zullen we in de schuld gebracht worden voor die hoge God. En dan zal het waar worden, wij, ik, hebben God op het hoogst misdaan. En wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij.
wij en onze vaderen tevens verzuimend alle trouw en plicht, vergramde God, de God des levens, die zoveel wonder had verricht als we terugdenken in de geschiedenis. En ook in onze Tweede Kamer, in de tijd van wijlen dominee Ekeste, dominee Zand en dominee Bart, waar ging er veel van uit, geliefde. En als dominee Zand, wijlen dominee Zand, een godvrezend man, als die ging staan en hij ging spreken, dan sprak hij met majesteit en met gezag, met autoriteit, dat zelfs wijlen dominee Ekeste dan zweeg. Maar dominee Zand ging spreken, ging er wat van uit. Ik zeg niet dat het nu niet zomer is. Dat geluid mag nog gehoord worden. Maar geliefde, we zijn zo ver van alles afgegaan. En dan mocht er nog eens wezen dat er nog dragers zouden mogen zijn. Dat er nog lastdragers zouden mogen wezen. Om ook de gedurigheid land en volk, ook overheid en vorstenhuis, de Heere nog op te dragen. Want we moeten vrezen, lieden. De oordelen en de gerichten komen daar te zijn. En we zien het niet meer hoe donker het komt te wezen. Op alle terreinen, maatschappelijk, staatkunde en ook kerkelijk lieden. Hoeveel nergens op te beroemen, ook niet op ene kerkse bakgelieden. Want alles ligt onder het oordeel. Maar onder alles door volvoert God zijn raad. En hij zal een kerk komen te vergaderen, dwars door alles heen. En dan kunnen wij wel eens denken of zeggen, ja, het gaat niet goed in Nederland, ga niet goed in deze wereld, maar ga wel goed, geliefde, want God volvoert zijn raad. En zou het God uit de hand lopen, met eerbied gesproken? Nee, geliefde, God regeert, God bestuurt, en zal dwars door alles heen een kerk komen te vergaderen. En het zal straks een schare zijn die niemand tellen kan. Maar het grootste wonder, geliefde, zal wezen als u en ik erbij zou mogen wezen. We zien hier een man. Hij is geraakt, hij ligt daar lam op zijn bed en hij werd gedragen. Enige mannen, Marcus hebben we genoemd, het evangelie, vier mannen. En ze zijn daar gekomen bij die woning. Het was niet op de Sabbat, het was op een gewone door de weekse dag. We zouden zeggen, gelijk als dan we hier nu zo bij elkaar zijn, op een gewone door de weekse dag. En dat zien wij ook hier. En die dragers zijn gekomen. En daar met die geraakt. Het was een vriend. Het kwam een zielenvriend te wezen. En ze zijn uitgegaan. En geliefde, de woning was vol. Er was geen plaats voor deze geraakten en voor deze dragers. En als we onze kanttekeningen volgen, geliefde, lezen we die ook nog. Friezeveen of waar we vandaan komen. Er is zoveel ander gerommel in onze dagen. Er zijn ook allemaal geesten van de tijd. Lezen wij onze kanttekeningen dan, geliefden, die zo helder en zo zuiver komen zijn. En wat staat er dan bij onze kanttekenaren? Die dragers, die kwamen met een vast vertrouwen tot Christus. Die eerste gedachte, een werkzaam geloof. Ach, ze zijn uitgegaan, want deze Jezus die zou kunnen genezen. En zij konden niet inbrengen, er kwam een teleurstelling te wezen. Zij konden niet ingaan door de deur, zij konden niet ingaan door enig raam op opening. De woning die kwam daar vol te wezen. We zouden zeggen, die dragers, ach, keer maar weer terug. Kijk, morgen maar eens op overmorgen, daar gaat het misschien wel. Nu is het onmogelijk, keer maar weer naar de woning terug. Nee, geliefde, het was een werkzaam geloof. Het kwam van God geschonken te wezen. Matthew Henry die schrijft zo eenvoudig, het geloof van de geraakte. Hij liet zich tot Jezus brengen en het geloof van de geraakte, dat was werkzaam. En deze dragers, die gaven bewijs van hun geloof, dat er maar één kwam te wezen die kon genezen van niet alleen die geraaktheid, nee, geliefde, maar van die zonde kwaal. Daar lag die man, zie op mij, in gunst van boven. Duizend.
duizend zorgen, duizend doden, zulke last van zond en plagen niet te dragen. Druk mijn schouderen naar beneden, Heer, ik voel mijn krachten wijken. Deze man lag daar als zondaar, door de schuld strafbaar. God is alwetend en al zijn zonden zijn bij God bekend. Daar lag deze geraten in zijn schuld, schreiende in de beschaamdheid, ik moet verloren gaan. En dat zal rechtvaardig zijn, ik heb gezondigd en nochtans ene trek uit God, dat trek op God aan. Het is een werkzaam geloof en ook die dragers. Er was nood, geliefde, het was een oplopende nood, het was een onhoudbare nood. En we zien deze dragers, het is gelijk als in Deuteronomium opgetekend staat 22, hoe dat die woningen, dat ze een plat dak kwamen te hebben, dat er een heining op daarop dat dak was, en dat er ook een trappel van ladder kwam te zijn langs dat huis om dat dak op te gaan. En we zien hier die geraakt, hij wordt van vieren gedragen, en ze gaan het dak opgelieden. Het is een werkzaam geloof, en dat werkzame geloof, dat ware geloof, dat heeft een voorwerp des geloofs. Calvijn die zegt zo eenvoudig, dat richt zich altijd op die persoon des middelaars Christus, geliefde. En dat zien wij ook hier, ze zijn het dak opgegaan, de station, en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende waardoor zij hem inbrochten mochten, overmits de scharen, zo klommen zij op het dak. En lieten hem door de tegels neder met het beddeke in het midden voor Jezus. We zien in gedachten als het ware die geraakte daar liggen. En die vier dragers, daar gaan ze die trap op. En ze komen op het dak. En geliefde, hoe moet het nou verder? De weg die God met zijn volk en kinderen houdt, dat zijn elke keer doodlopende wegen. De godsdienst van onze daden zit in de benauwdheid en even later ze zijn eruit, geliefde. Ja. En het is nog nooit in een doodlopende weg gekomen, de voeten zijn nog niet nat geworden. Maar Gods volk en kinderen, daar zie ik ze gaan, de deur is dicht. Daar zie ik ze gaan, door het raam gaat niet. En daar zie ik ze die ladder opgaan, die trap. En ze komen op het dak en we bedoelen het niet oneerbiedig, geliefde. Maar er was geen dakraam. Dat dak dat was dichtgelieden, terwijl alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel en nochtans een werkzaam geloof. Die eerste gedachte, maar ook wat we genoemd, die tweede gedachte, een onhoudbare nood. En wat zien we daar, wat staat er opgetekend? Zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tegels neder met het beddeke. Ze hebben het dak opengebroken. Een kind kan het wel volgen vanavond. En er zijn gelukkig nog enkele kinderen, nog wat jeugd en jongeren. Ze hebben dat dak opengebroken. En we zouden eenvoudig kunnen zeggen, die vier dragers, weet je nou wel waar je het open moet gaan breken? Want als je op zo'n dak, zo'n plat dak, en de Heer Jezus is in die woning, waar moet je nou precies wezen? Zou je nog eens niet even naar beneden gaan? En zou je nog eens niet even wat bekijken? Zou je niet eens even wat uitmeten? Zoveel meter zo en zoveel meter zo. Dan moet je ongeveer daar wezen. Dan zou het ongeveer hier komen te zijn. Zouden ze dat gedaan hebben? Nee, geliefde. Waarom niet? Het was door het geloof, geliefde. En door het geschonken geloof. Dat is altijd raak. En dat heeft altijd een voorwerp des geloofs. Dat twijfelt niet, geliefde. Als dat dak is opengebroken, het was in die dagen zo, die daken. Dat was van hout, daarop lag heidekruid. Daar werd aarde over aangestapt. En daarop lagen nog soms tegels van die tegels. En we zien hier, de ene laag naar de andere laag wordt daar opengebroken. En het gat komt in het dak. En ze laten deze geraakte, ze laten hem neder. En wat staat er opgetekend in het, met het beddeke in het midden voor Jezus? Het is een werkzaam geloof.
En dat brengt altijd aan de voeten van deze gezegende middelaar. Het is een onhoudbare nood. Het geloof van de vrienden en het geloof van deze geraakte. Geloofde dat Jezus kon en wilde genezen. Het is ook een ootmoedig geloof. Het is een werkzaam geloof met ingespannen krachten. En God alleen kan onderkennen of er geloof komt te zijn. En de Heer Jezus Christus die aanschouwt het. En dat staat zo op het beddeke in het midden voor Jezus. Kon niet missen, geliefde. Het was door het geschonken geloof. En ze laten daar die geraakte zakken. En dan komt hij te liggen in het midden voor Jezus. En wat had die man toen nog te vertellen, geliefde? Want die man die lag er in zonderheid, in zijn zonde en in zijn ellende. Kom je niet veel meer tegen, geliefde. Ik zeg die tijd niet meer tegenkomt. We hebben 2 weken terug, ik mag het zo wel een keer noemen, in zo'n gelegenheid, zo tijdreden. 2 weken terug hebben we in onze gemeente nog een oude weduwe daarin begraven. En dat was ook een vrouw, dat kwam in het leven in de vruchten wel openbaar, was geen hoogvlieger. Maar het was wel een vrouw die met de vrezen Gods bedeeld kwam te zijn. En ze is een week nadat het dan bekend was ziek geweest. En hij is op de ziek- en sterfbed gelegen. En toen we haar bezochten zo elke dag. En dat we zo bij haar kwamen. Toen zegt ze, dominee. Ze zegt, weet je wat er nou overgeschoten is? Hier lig ik nu. Op mijn ziek- en in mijn sterfbed. Ze zegt, nou heb ik niks anders meer als zonde en ellende. En die het vat, die vat het. Ik werd er jaloers op, geliefde. Maar ze lag gelegen in Psalm 147. Hij heelt gebrokenen van harte. En ze zei het. En hij verbindt ze in hun smarten. Die in hun zonde en in hun ellende zich tot hem ter genezing wenden. Ze zei, nou heb ik niet anders meer als zonde en ellende. Schiet geen bekeerd mens over. Schiet geen bezittende klas over. Schiet niet iemand over die daar met al zijn bevindingen komt te liggen. Zonde en ellende. Maar tot hem ter genezing te wenden. Ze zegt, o welke ruimte in hem. In hem alleen. Vrij, soeverein, goddelijke genade. En ze zegt, dominee. Ze zegt, weet je wat ik nou nog nodig heb? Psalm 25, vers 2. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ze zegt, want ik weet de weg nog niet. Die het vat, die vat het. Zou je er niet jaloers op worden, geliefde? Want degene die nog wat hebben, er is geen plaats. Want het is een volkomen zaligmaker. Voor een volkomen verloren zondaar. En er wordt hier in de tijd wat van geleerd. Maar ook voor de poorten van de eeuwigheid. Dat zal het enkel en alleen zijn. Het is door u, heren, door u alleen. Omdat enige goddelijke welbaren van zondagmorgen. Ach, zo had nog mee te luisteren. Met ingespannen krachten. Het laatste psalmpje dat we opgaan. Psalm 52. Vers 7, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ze stak eenmaal de armen omhoog en naar boven, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. 2 uur later, eeuwigheid. Ja. Zij ze gelukkig, geliefde, die naar huis mogen. Ja. En waar het in het leven, want het komt in de vruchten openbaar, hoor. En we moeten niet op de sterfbed aan laten komen. De sterfbedbekering staat er maar 1 keer in de Bijbel. En dat waren nog omstandigheden die zullen hier in de tijd nooit meer voorkomen. De Heer Jezus had de ergste misdader gerekend. En 2 moordenaars, de een te linker, de ander te rechterzijde. Maar het is voor God niet te wonderlijk. Maar de vraag geldt voor u en mij. Hoedanig is uw leven? En het gaat op een eeuwigheid aan.
tijden zijn ernstig. Dood wenkt ieder uur. Zijn er nou vanavond nog opgekomen die daar in een zonde en in een ellende, die aan de weet gekomen zijn, waar ze zichzelf ingebracht komen hebben, want we liggen allemaal geslagen geleden, vanwege het door onze diepe val, in het paradijs en ons verbond, zo Adam. Er is geen enkele beweging en geen enkele gedachte meer ten goede van dat lieve wezen. God kwam uit de hemel te zien, of er nog iemand verstandig was, of er nog iemand was die God zag. Hij vond er geen geliefde. Ze hadden nooit eentje van eruit zichzelf. Nou, God gaat vragen en God gaat doen. Daar liggen we nou, geliefde. Lang daar op deze wereld. Daar dood in misdaden en in zonde. Nou, daar liggen we nou en daar gaan we nou. Naar onze eeuwige bestemming toe. En van nature, geliefde. En we voelen het niet, we hebben er geen last van. We nemen het voor kennisgeving aan. En een mens die gaat door wat is noodzakelijk. Die levendmakende daad. U heeft hij medelevend gemaakt. Daar hij dood waard. Door de misdaden en de zonde. Hier lacht die man. En de zonde als een zware last op zijn hart. De Heer Jezus aanschouwde en ik zie. Dat gij berouwt, dat gij beschaamt. Dat gij veroordeeld zijt. Gij herkent mij als de zaligmaker. Als de Christus. Om u hier zo neder te laten leggen. Deze geraakte die wachtte. Had die man nog veel te zeggen? Had die nog veel in te brengen? Nee, lieden. Het was nood bij deze geraakte. Het was nood bij zijn vier vrienden. En het was een oplopende nood. Het was een onhoudbare nood. En de woorden zijn opgehouden. Die man, die lacht daar. En hij durfde zelfs de ogen niet op te heffen. Hij niet beter thuis kunnen blijven. Nee, geliefde, dat kan ook niet. Want dan was het eeuwig kwijt. Dan maar liever aan de voeten van deze Jezus. We zien hem hier in het midden. Voor Jezus. Schoot geen woord meer over. In mijn zonde en in mijn ellende. Tot hem zich ter genezing komen te wenden. Deze geraakte, die was naar de ziel geraakt. Jezus aanschouwde hun geloof. En de Heer Jezus die ging spreken, er staat zo. En hij, ziende hun geloof, zeide tot hem, mens, uw zonden zijn u vergeven. Een werkzaam geloof, een onhoudbare nood. Zou er nou vanavond in Vriezeveen of in het meeluisteren, zouden nou vanavond nog zulke zondaars opgekomen zijn? Zouden er nog lastdragers opgekomen zijn? Zouden er hier nog van die diep ellendige ongelukkigen hun plaats hebben ingenomen? Want geliefden, als God toch een pijl in het hart en afschiet, dan zal het toch wezen, dan zullen we de schuldbrief thuis krijgen. En er is de doodbrief bij gehecht. Er gaat eeuwigheid worden in de tijd. En sterven en God ontmoeten. Want we hebben tegen God gezonden. Een heilig rechtvaardig. Maar ook een goeddoend God. En dan gaat hij als een verloren mens. Niet als een bekeerd mens. Als een verloren mens over deze aarde. Met de wereld niet meer mee kunnen. Terug naar de wereld opgaat, hoe kom ik ooit nog tot God bekeerd, met God verzoend. Ah, waar maar één weg en één middel overschiet, waar alle doktoren tekort schieten. Want als God in het leven komt en de Heer is vrij in zijn leidingen, dat is waar, maar de zulke, die trachten toch menigmaal zichzelf wel te beteren. Ze trachten zichzelf wel op te knappen en heilig voor God te leven. Het is met de zonde heen uit. Is moeilijk? Nee, helemaal niet. Er ligt nog zoetigheid en er ligt nog liefde in ook. En is het echt niet moeilijk om die zonden en die wereld te haten, te laten en te vliegen. En hij tracht heilig voor God te leven. Wat een lust was, wat een last, wat een last wordt, wat een lust.
En daar gaan ze één, dat is in uw huis mijn meer. Zou elke avond wel kerk willen wezen. En nochtans hoorde er buiten te staan. En die belendigen, ongelukkigen, de wereld niet meer mee kunnen. Bij ons volk niet te horen. Hoe ben ik toch al dus en toch niet los te kunnen laten. En aan de weet te komen, geliefde, uit u. Geen vrucht meer in der eeuwigheid. Ja, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is. In het boek der wet, om dat te doen, zijn er onder ons nog. Die hebben mogen blikken in die spiegel van die heilige wet. Want lijkt ook wel in onze dagen of het niet meer hoeft, geliefde. Moeten we maar overheen gaan. Maar we bedriegen ons voor de eeuwigheid. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Die in die spiegel van die heilige wet. En aan al de geboden schulden staan. Trachten wel aan die geboden te leven. Aan de weg te komen. Uit die geen vruchten in de eeuwigheid. Om aan het einde de wet gebracht te mogen worden. En we weten het wel. Dat hij er zinnen. Ja, dat is Christus. Maar dat is een verborgenheid, vrienden. Dan gaat het verloren. Dan gaat het kwijt. Wat is er dan nog wel? Zullen we bij onze catechismus blijven? Is er dan nog een weg? En is er dan nog een middel om die straf te ontgaan? En weet je dan nog genade te komen? Dan is er geen weg, geliefde. En er is er geen middel. God wil dat aan zijn gerechtigheid te doen bezien. Dat moet er betaald worden. Of door onszelf of door een ander. En door onszelf niet meer kunnen betalen. Geen penning, geliefde. En God die uit zijn recht. En de zondaar die van de schuld kan. Aan dat de ziel het is voor verleden. Verloren, verloren. Maar waar het waar mag zijn, maar God mag zijn. Die zal het ook over mogen beginnen te nemen. En dat rechtvaardig lieden. Dan zal het toch een ogenblik in het leven aanbreken. Dat hij die goddelijke deugden. Ook die deugd van dat goddelijke recht. Dat hij dat liefde gaat krijgen. Als zijn eigen naam en zaligheid God beginnen toe te vallen. Ook in die deugd van dat goddelijke recht. Ach geliefde. Daar gaat zulke ziel bij aan. Daar ook bij voortgang. Daar gaat dit leven. En de zaligheid daarin kennen en beoefenen. In die weg, waar geen weg is, het is hem overschiet. En God is vrij in zijn leidingen, dat is zeker waar. Hoeven niet te zeggen dat zo of zo moet gaan. Er kan wel ontsloten worden. Een mogelijkheid zo ruim, met zoveel liefde. Maar dat die dierbare persoon de middelaar zich verborgen heeft gehouden. Maar als het grote gaat behalen, zijn de zoon in ons te openbaren. Op de weg de waarheid en het leven. Dan gaat hij van de dood in het leven, van de duisternis in het licht. Ligt nou deze man, maar het is waardig oordeel van tijdelijk en eeuwige straffen verdient. Hij niet thuis moeten blijven, nee, dat kon niet meer. Ene trek uit God, trek op God aan. Aan moet hij dan verloren gaan, dan maar aan de voeten van deze Jezus. Ik ga nog een ogenblik terug, lieden. En ik kijk nog eens een ogenblik op dat dak. En die vier vrienden, ze zijn verdwenen. Ze zijn naar huis gegaan, is het waar? Nee hoor. Echt niet waar, die vier vrienden zijn niet naar huis gegaan. Die waren nog niet klaar met hun werk. Het waren echte dragers, geliefden. Het waren echte lastdragers. Die zijn op de knieën gegaan. Het gebed het krachtigste wapen, een tijdrede. De SGP een tijdrede voor land en volk. Ach, geliefden, waar is het gebed nog? Misschien een ogenblik. En de andere ogenblik een mens gaat weer door, geliefde. Maar dat aanhoudende gebed, dat gedurige gebed voor land en volk, voor overheid en vorstenhuis, en al die in hoogheid zijn gezeten, ook daarin plaatselijk, ook hier in de gemeente, dat nog mannen mogen zijn die een stem mag laten horen op grond vanuit Gods heilig en dierbaar woord. Er werkelijk nog in de zielennood over de aarde mogen gaan. Een werkzaam geloof, een onhoudbare nood, maar ook een vriendelijk ontfermer. We gaan er eerst van zingen. En dat wel uit Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Psalm 103 vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. U krank heen kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. Het tweede vers
uit Psalm 103. Zeggen, werp me maar in de hel. Nee, maar ze liggen er wel als een helwaardige.
en als een doemwaardige. En wat een goddelijk wonder, zoon, de Heere Jezus ging hem aanspreken als zijn kind. Zoon, zij het wel gemoed. Dus die man die had niet zoveel moed, geliefde, maar hun geeft hij moed en krachten, die hopende op hem zijn wachtende. Zoon, zij het wel gemoed, uw zonde zijn u vergeven. Ja, maar die man die lag daar geraakt, hij lag daar verlamd, hij kon zich niet roeren of bewegen. En nou gaat de Heer Jezus dit spreken, uw zonde zijn u vergeven. En toch, geliefde, de Heer zag het hart aan. En de Heer Jezus wist dat deze man niet in de eerste plaats met zijn geraaktheid naar het lichaam kwam. Maar dat hij hier zag, de Heer Jezus, dat die man hier lag met een zondekwaal en met een hemeloze schuld. En door het geloof, een werkzaam geloof, in een onhoudbare nood, in doodlopende wegen, God heeft wonderen gedaan. En de Heere heeft daarin gesproken, zoon, zijt wel gemoed. En hier in het Lucas evangelie, mens, uw zonde zijn u vergeven. We zouden kunnen denken, misschien zijn er jongens en meisjes onder ons. Misschien jongeren, we zouden kunnen denken, ja, maar nou lacht die man dan nog zo zijn zonde vergeven. Maar nou lacht hij nog eens een geraaktheid. Nou was het eigenlijk nog niet opgelost. Nou lacht die man dan nog eens een ellende en in zijn narigheid. En hij kon zijn eigen nog niet roeren of bewegen. Nou moest hij nog van iedereen geholpen worden. Zou die man daar moeilijk gelegen nog hebben? Zou die man nog last gehad hebben? Was een kwaal van de geraaktheid? Nee, geliefde. Het heeft hij niet meer aan gedacht. Die man heeft gelegen in een bed van rozen. Die man heeft daar gelegen, geliefde. Hopen straks als de Heer het nog geeft met elkaar te gaan zingen. Die man heeft daar in verwondering en aanbidding gelegen. En het is in zijn hart gaan zingen, geloofd. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag. Met zijn gunst bewijzen. En die God is ook onze en mijn zaligheid. Uw zonde zijn u vergeven. Geliefde, zou willen vragen, het geldt voor u en voor mij. Waar zijn uw zonden? Zou me dat vanavond nou eens meenemen? Dan vragen we niet wat u allemaal meegemaakt hebt. Maar waar zijn uw zonden? Zouden we dan gelijk deze geraakte mogen weten en kennen? Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zou het dan wezen met een Hiskia? En gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. De levende, die zal u loven gelijk ik. Heden toe, ga nog een ogenblik naar het dak. Er is verwondering en aanbidding overgeschoten. Ze hebben het gehoord, geliefden. Door die opening heen. Ze hebben Jezus' mond en zijn stem beluisterd. Het is een hartsinnemende stem. Het is een zielsvertederende stem. Ja, dat is de stem. Mijn liefste geliefde. En er is een volk. Gods volk en kinderen. Die zien er naar uit, Heere. Mag ik dan uw stem nog eens horen? Mag ik dan nog eens een ogenblik daar in uw stem beluisteren? Of dat nog eens een ogenblik mag wezen, dat is nou de stem, mijn liefste. Want als hij spreekt, dan is het er. En het is een stem die wordt herkend uit duizenden. Het is een stem, het gaat naar binnen. Uw zonden zijn u vergeven. Ach, degenen die in dat huis waren, zullen er kort in zijn. Schriftgeleerde, fariseeën, discipelen, alles wat er was, zijn wel verblijd geweest, zeker met dat wonder. Nee, geliefde, want dat staat er zo. Schriftgeleerde, fariseeën, begonnen te overdenken, zeggende, wie is deze, die godslastering spreekt, wie kan de zonde vergeven, dan God alleen. Maar Jezus, de hartenkenner,
hun overdenkingen bekende. Antwoordde zij hen: wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter, te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op, daar en wandel? Ah, daar zien wij hoe dat de Heer Jezus betoont dat hij de Almachtige komt te zijn. Wat is lichter, te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven, zeide hij tot de geraad: ik zeg u, sta op, neem uw beddeken op en ga heen naar uw huizen. Dubbel wonder, zijn zonde vergeven en van zijn lamheid genezen. Als het over deze geschiedenis gaat, en mag misschien vanavond zo lang een keer zo in zo'n tijd treden, het is toch wat anders als anders. Dan moet ik denken altijd bij deze geschiedenis aan de plaats mijn geboorte, waar ik vandaan kom, een klein dorp, Strijers, zoals in de Hoekse Waard gelegen. En vroeger is voor mijn tijd geweest, er was een vrouw, Jansje Fortuin, ze vreesde, er is ook een boekje van Jansje Fortuin, ze vreesde de Heere. En mijn grootvader, mijn opa Zwartbel, die ging zondags bij Jansje preek lezen. Er kwamen er meer van het volk. Er was maar één kerk op het dorp. Daar kon je toen de tijd al niet naar de kerk. Dus ze zaten bij elkaar zondags preek te lezen. En wat een Heer ook menig maar heeft willen gebruiken en zegenen. Maar ze geoefend kind van God. Maar ze lag met twee lange benen op bed. In de bedsteden. En toen God de ziel gered heeft, toen zei ze: geef me pantoffels is. En ze gaven de pantoffels aan en ze stapte zo uit de bedstede. Een dubbel wonder. Ja. Heeft ze nou moeten leren lopen? Nee. Want dat van God is, dat is in de dadelijkheid, dan is het er geliefde. Een dubbel wonder. Ik moet er altijd aan denken, aan deze geschiedenis. En wat zijn we dan veel kwijt, geliefde. Ik dan enkel maar denk aan het dorp waar ik zelf vandaan kom, dat even vroeger. Wat heeft er veel volk verkeerd. Denk aan mijn grootvader. Ik denk ook van mijn moeders kant. Daar in Jilles Vermeulen, Sander Vermeulen. Kom ook daarin voor in dat boekje. Waren mensen die de Heere vreesden. Waren hartsvrienden van elkaar. Schreven aan elkaar. Woonden op hetzelfde dorp. Als een Jansje Fortuin aan mijn overgrootvader Sander Vermeulen stelde: hoe is dat nou met jou, Sander, die op was in de genade? Die mensen waren eenvoudig, ja, maar ze hadden van God geleerd. Hoe is dat nou met jou, die op was in de genade? Weet je wat die man zei? Hij zegt: dat is net als met een koeienstaart, dat groeit naar beneden. Geliefde, dat mag nog eens wezen, ook in ons land en volk, dat er nog eens een groei naar beneden mag zijn, een groei in de diepte, geliefde. Om nou eens de laagte in te gaan, ook het SGP-bestuur. Het is goed om een tijdrede te beleggen, om een ogenblik daar weer stil te staan. Ook de ernst der tijden die wij in willen leven. Maar wat hebben we nodig? Dragers, glasdragers. En de Heer mocht nog geven in ons land en volk. Ook voor het kerkelijk leven, maatschappelijk, staatkundig. En ook de arbeid die je nog mag doen. Ook voor de staatkundige gereformeerde partij. Er mag maar veel binnenkameren werk zijn. Er mag maar een werk zijn in het gebed. Want dat is toch in de eerste plaats de hoofdzaak, hoor. Een mens kan veel praten en veel doen in de weer zijn. Maar wat is de binnenkamer? Weet God ervan dat men een binnenkamerwerk hebt? Want dan zal God nog wonderen komen doen. Zal niet op, maar op uw noodgeschrei. Deed dit grote wonderen en vriendelijk ontfermen. Amen. Zoon, zijt welgemoed. Uw zonde zijn u vergeten. Ik zie de ogenblik, zie ik daar die geraken. En hij slaat zijn ogen op naar boven. En wat heeft hij gezien, geliefde? Milde handen. Vriendelijk ogen, zij bij u van eeuwigheid. Waar gij nu zonde, al dat mag niet weten, dat we enkel en alleen in dat bloed des lams, daar is gewassen, daar is gereinigd te mogen zijn. En we enkel en alleen in de arbeid van de Zoon, zijn de eeuwige liefde en goddelijk welbehagen. En van het enkel en alleen zijn, Jezus is het alleen, waar het hart daar gaat heen. Mijn ziel was bij die leven, God. O Heere, wat ik kom te bieden.
deze waar hij in uw aanschijn geprezen. Ziet hier deze geraakt. Ziet daar die vier dragers. En hij is ook genezen van zijn lichamelijke kwaal. En terstond opstaande en opgenomen hebben datgene waar hij op gelegen had, ging hij naar zijn huis. En ging niet spreken wat hij meegemaakt had. Nee, God verheerlijkende. Hij heeft goed van zijn koning mogen spreken. Kom maar naar luisteren, geliefde. De mens in het middelpunt staat soms ook. Ze gesproken wordt, een het dit te vertellen, ander dat. Maar wordt er nog van deze koning gesproken? God verheerlijkende. Dan gaat de mens verdwijnen. En God in Christus begint te verschijnen. Het is kerk geworden, geliefde. In dat woninkje bij die geraakte. Ach, hij is thuis gekomen. Beddeken opgenomen. Zij zijn heen gegaan naar het huis. Naar zijn huis. De vier dragers die zijn meegegaan. Zien ze van die trap weer afkomen. Verwondering. En aanbidding. Er is overgeschoten zijn naam. Zijn naam alleen. Die moet eeuwig. Eeuwig de eer. Ontvangen. Een werkzaam geloof. Een onhoudbare nood. En een vriendelijk ontfermer. Och, dat mocht een ere. Jong en oud en die meeluistert, bid om Gods lieve geest. Opdat die geest ons nog in al de waarheid mocht leiden. In de waarheid van onze verlorenheid. Maar ook in de waarheid van die enigste weg. Ter zaligheid, wij hebben heden ongelofelijke dingen gezien. Het merendeel van de schare hebben dan Jezus alleen aanschouwd, niet als God, maar als zulke mens aan wie God zulke machten en krachten gegeven heeft. Zijn discipelen en deze vier en die geraakten, wat hebben ze hierin mogen ervaren? Die gunst heeft God zijn volk bewezen, God verheerlijkende voor de genezing en vergeving. Ach, hij bereidt hem als de Messias. Hij verheerlijkte Jezus Christus als God. En hij erkende hem als zijn zaligmaker. En hij werd een onderdaan. Onze kanttekenaren schrijven erbij, bij dat God verheerlijkende. Hij was prijzende God. Dan gaat de mens is er tussenuit. Dan is de geraakte niet meer te vinden. En dan schiet God in Christus alleen over. Dat is het leven. En dat is de zaligheid. Wij hebben heden ongelofelijke dingen gezien. Tijdreden, geliefde. Tijden zijn ernstig heen. Hoeven we geen profeet voor te zijn. Om te zien ook in ons vaderland hoe diep we weggezonken en verdronken zijn in de zonden en in de ongerechtigheid. Zonde is geen zonde meer, geliefde. Gods lieve dag wordt ontheiligd. Ook door ons vorstenhuis en overheid. Men weet niet meer wat het inhoudt. We hebben, meen ik, al aangehaald. Op dit moment bekend dat 70% van de Nederlandse bevolking die gaat op zondag bij enige regelmaat boodschappen doen bij de supermarkt. 70% van onze Nederlandse bevolking. Waar Nederland vroeger benoemd werd, het Israël van het Westen, waar het nu al jaren geleden werd het genoemd, Nederland in de buitenlanden, een vloekende natie. Waar Nederland vroeger een land was, een toevluchtsoord, aangaande de leer der godzaligheid die verdrukt en vervolgd werden, worden we nu overspoeld van alle godsdiensten en afgodendienst. En worden we vreemd in ons eigen land, geliefde. Kinderen in de moederschoot worden vermoord. De levens worden beëindigd, het telt niet meer mee. De dood is weg in Nederland, geliefde. Er wordt met de dood geen rekening meer gehouden. Ik maak begrafenissen mee. En dan is er nog een tijd geweest dat de kinderen het nog een zeker respect hadden voor de ouders, daar ze het zo nog wilden.
maken nu begrafenissen mee. Kinderen hebben alles verlaten, kleinkinderen. Het lijkt als ze je aankijken of dat je van de maan komt. En ze zeggen openlijk tegen je, vader en moeder, heeft een mooie leeftijd bereikt. Over 14 dagen moeten we op vakantie, het is gelukkig nu gekomen. Want anders hadden we toch een beetje in de klem gekomen. Al hadden ze nog langer geleefd. Dan zijn het je vader en je moeder. En een mooie begrafenis leiden, geliefden. In die tijden zijn we gekomen. Ach, we komen nog onder de beesten daarin terecht. Want hoe is een beest voor zijn jongen? En hoe komen wij als mensen kinderen te zijn? Zou ons hoofd niet water moeten wezen? Mijn land en volk, dat mag nog wezen. Dat er nog mannen mogen zijn die een stem nog toe laten horen. Ook hier in de gemeenteraad, we hebben begrepen, hier de gemeente Twente Rand, dat er één raadslid aan komt te wezen. Ach, dat is een eenzame post en plaats. Maar God mag nog moed, lust en kracht geven. Wijk maar niet af. Ik weet niet of die onder ons is, maar wijk, nou komt er alles tegenop als je God er maar in mee mag hebben. Dan komt alles er tegenop. Dan kom je alleen te staan. Maar laat dat lieve woord van God niet los. Dat je mag spreken. Zo zegt de Heer. Heb de waarheid en de vrede lief. Maar de waarheid die gaat erom niet te vrede. Maar heb de waarheid en de vrede lief. En dat het toch wel mag zijn. Want dan kan God nog wonderen doen hoor. Niet met een kromme weg. Niet met wat een beetje meegaan. Niet een beetje daar en wat bij en daar wat bij. Om toch wel wat toe te geven om eens. Nee. Dat het mag wezen daarin, zo zegt de Heer. En dan komt er alles tegenop. Dat het toch mag wezen. Om het toevlucht te mogen kennen. Ook in deze weg. En dat nog gedragen mag worden. Op de vleugelen van het gebed. Om het goede voor elkaar nog te mogen zoeken. Ook voor land en volk. Want dit voor de Heer niet te wonder. Hij heeft de Manasse eruit gehaald, geliefden. Het is maar een wenkje van zijn overboden. Dat het nog gehoord mag worden. Er liggen gebeden. Ook voor in ons oranje huis, in de voorgeslachten, voor de nageslachten, zou het voor de Heer te wonderlijk zijn om onze koning in het hart te grijpen. Het is maar een weekje. Denk wel dat hij gelijk koning af is. En dat hij misschien wel naar een verbanningsoord moet, net als Johannes op Patmos. Maar God kan wonderen doen. En wel nog eens een wederkeer en nog een inkeer. Ach, we hebben God verlaten en moeten vrezen, geliefde, de oordelen. Ach, moeten voorzichtiger zijn, maar moeten wel vrezen dat de oordelen vastelijk besloten zijn. De mens gaat door en God gaat ook door, geliefde. Zie je arme ziel nog geborgen te krijgen, want de Heer laat zijn woord nog uitgaan. En daar zullen er nog toegebracht moeten en mogen worden. Ach, dat het dan nog gehoord mag worden. Dies vertelt men in het land al de wonderen. Uwer hand en werkzaam geloven, onhoudbare nood. Vriendelijk ontfermer, wij hebben heden ongelofelijke dingen gezien. Verheerlijkende God, er staat zo. Neem uw beddeken op, er stond opstaande. Opgenomen hebben de wetgene opgelegen had, ging heen naar zijn huis. God verheerlijkende. Ach geliefde, het is een onvergetelijke dag en nacht geworden. Het is onvergetelijk. Het is een ogenblik in het leven geweest. Het heeft eeuwigheidswaarde gekregen. Waar zijn uw zonden? Ah, wat heeft hij mogen wijzen? Op dat dierbare lamme Gods. Dat de zonde der wereld weg komt te nemen. Johannes de Doper mocht er heen wijzen. En de ganse kerk des Heren met een hoofdletter. Zal het leren hier in de tijd geleden. Dat het nou enkel en alleen ligt. Zijn volbrachte arbeid, dat het licht gliede vanuit de stilte, de nooit begonnen eeuwigheid waar raad is gehouden, over een gevallen menselijk geslacht, in die verkiezende liefde des vaders. Hoe zou ik ze weer onder de kinderen zetten en geven dat gewenste land, in die verlossende en verzoenende liefde des zoons. Zie ik kom, o mijn vader, en hij is gekomen. Ik heb lust om u wel behagen te doen. Ik draag die heilige wet. Die gij die sterveling zet. In binnenste ingewand. En God en heilige geest. Die het toegepassen. Aan het hart van zijn volk en zijn kinderen. Ach, daar ligt die man. Daar mocht
die opspringende, lovende en dankende en prijzende God. De Heere mocht het werken onder ons en ook onder ons land en volk, dat dat nog gehoord en dat nog gezien mag worden. De dood in de eerste Adam leren kennen, maar ook het leven in de tweede Adam, Christus. En dan zal de overschieten zijn naam. Zijn naam alleen moet eeuwig, eeuwig de eer ontvangen. Amen. De slotzang is uit Psalm 68. En daarvan het 10e vers. Psalm 68. En daarvan het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzaggen. Wat er verder volgt, het 10e vers uit Psalm 68. Vrede en waar
maar wij besluiten met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons bleek. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.